Een goedemorgen. Nou, het moet ook gewerkt worden, hè? Moet ook gewerkt worden, ja. Dat heb ik al afgeleerd, hè, Mike. Nou, wij nog niet. Nee. Ja, Ineke. Hè? Ga je zwemmen? Nee. Ik denk dat het iets te koud is. Nou, is dat niet grappig? Wij vinden van wel. We zijn net in een paleis geweest. Paleis geweest, echt mooi. Ja, hebben we veel gefilmd en gefotografeerd. Maar volgens de mevrouw aan de kassa mogen we dat niet openbaar gebruiken. Maar... openbaar maken, ja. Hey Orno, vertel eens, wat gebeurde er nou net? Nou, we werden gebeld in één keer door een onbekend nummer. Ja, en meestal denk je daarna, neem niet op. Maar... neem niet op, maar ik dacht dat het iemand anders was die wij net hadden geprobeerd te bellen. Ga links op de rotonde. Maar die was het niet. Het was iemand uit Nederland, maar die ook in Frankrijk is. Sterker nog, die achter ons rijdt. Ja, in een camper. In een camper. En die gaat richting de Loire. En die gaat een beetje achter ons aan, denk ik. Komt wel deze kant op ook. Maar om een lang verhaal kort te maken. Ja, die belde ons op. Die vond het leuk. Die zag achterop onze camper staan ons plakbandpensioen. En die dacht van, kom, laat ik die eens bellen. Dus dat heeft hij gedaan. Ik ga eens even kijken of ik dat via de spiegel... Meter, ga rechtdoor over de rotonde. Tweede afslag. Je ziet de camper wel, maar hij is wel ver weg. Ja. Ben je er klaar voor, Ineke? Ja. Yep. We gaan een stukje fietsen. Ja. Vanaf camping du Lac de Buyaluf. 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 Het is een heel moeilijk, niet een moeilijke, maar een tongenstruikelblok uitspraak. Buyaluf. Buyaluf. Maar we gaan een rondje fietsen volgens de Komoot 13,6 kilometer. Makkie. Rondje om het meer. Makkie, hè, In? Om dat meer. Om dat meer, Sainte-Hélène. Ja. Daar gaan we even voorzichtig de heuvel af. Ineke maar even voorbij. Oh nee, Ineke gaat alweer rijden. Oeh, daar ging ik bijna. Maar dat laten we niet gebeuren. Het zou trouwens ook een pijnlijke kwestie worden. Kijk, daar hebben we Marjan en Mike. Een goedemorgen. Het moet ook gewerkt worden, ja. Dat heb ik al afgeleerd, Mike. Nou, wij nog niet. Nee. Nou, Ineke, we gaan een stukje fietsen. Ja, 14 rondje kilometer. Meer. Ja, 14 ongeveer. Heb je er zin in? Ja. Yep. Oké, vamos. Oh nee, aan Oniva. Oniva. Oh, ik heb mijn gompjehelm nog op. Ja, ik niet. Ik heb hem even afgedaan, want we staan op zo'n mooi plekje. Ja. En het is echt hartstikke stil. Het waait niet. Nee, vogeltjes hoor je. Als je... niet beter zou weten. Zou je denken dat je in Noorwegen bent. Ja. Maar we zijn in Frankrijk. We zijn in Frankrijk. Bij het plaatsje Buyaluf. Ja. Op de camping du Lac de Buyaluf. Volgens mij komen daar wat kanovaarders of iets dergelijks aan. Oké. Okay. Maar we zitten op de helft van het fietstochtje. Ja, fietstochtje om het meer. Lac Hélène, Sainte-Hélène. Ja. Maar het is vandaag zondag, eerste Pinksterdag. De vlog is net online gegaan. De vlog is net online nummer gegaan. Nummer 60? Dat is nummer 60, ja. Dus veel kijkplezier. Ja. Maar ja, als ze dit horen, dan zijn we een week verder. Ja. Maar goed, dat geeft niet. Even goed, veel kijkplezier. Ja. Oké. Okay. Ja, Ineke. Hè? Ga je zwemmen? Nee. Ik denk dat het iets te koud is. Te koud? Ja. Maar ik kan wel waterfiets huren. Ik zou zeggen, kleren uit en proberen. Niet zo moeilijk doen. Wow. Ik verloor bijna mijn evenwicht. Even over Ineke's hoofd heen.
to the bridge. De heenweg overheen gegaan. Ja. Valt best mee, het rondje. Zitten wat dalen en... kijk, motocrosses. Ja. Moeten ze allemaal staan? Maar bij deze camping, camping Du Lac Sainte-Hélène de Buyaleuf, kan je dus ook waterfietsen. Kanoën. Kanoën. Die kan je allemaal huren bij de camping. En okay, hoe dan. Grappig is het dat onze buren, onze buren hebben achter op hun caravan het volgende staan. Nou, is dat niet grappig? Wij vinden van wel. Kijk, buurman Chris is aan het dronen. Dat is wat Onno nooit onder de knie zal krijgen. Hé, Chris? Landing. Het is ook echt landing. Ik denk, ik maak even een leuke fotootje van uit de lucht voor jou. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik denk, maak even een leuk filmpje van buurman Chris als die aan drone is. Ja, helemaal goed. Ja, pensioenprijs naast ons plakbandpensioen. Zo is het, ja. Dat is toch hartstikke meer leuk. Pensioen kan je niet hebben. Meer pensioen kan je niet hebben. En daar genieten we van, toch? Zeker weten, ja, absoluut. Leuk. Dag Ineke. Hey, hallo. Etenstijd. Etenstijd. Kijk eens even. Wat is dat allemaal, Ineke? Dat is rijst, zuur denk ik, en gado. Ja. Met kroephoekje. Met kroephoekje. Ook voor Onno. Ja, heerlijk. En dat allemaal klaargemaakt door Marjan. Ja. Zadelhof van de camping. Ja, lekker. Ik weet niet of het elke dag is. Gisteren was het niet, maar volgens mij niet twee dagen. Nou, gisteren was zondag, hè? Ja, en Pinksteren. Ja, dus hier tweede... Maar hier hebben ze geen tweede Pinksteren. Nee. Nederland wel. Nee, dus... eten. Smakelijk. Ja, eet smakelijk. Jij een colaatje erbij. Biertje, jij. Ik een biertje. Heerlijk. Eet ze. Nou, daar gaan we weer. Nou, goede week, Buyaleuf. We konden makkelijk wegkomen, want het is hier niet verhard. Maar we hebben heel veel regen gehad. Nou, kijk of ik ook nog mee mag. Dag Ineke. Hey, hallo. Wat zitten we te doen eigenlijk? Te lunchen. Mm-hmm. Maar je hebt je mond vol, hè? Dan mag niet praten. Met een croissantje. Met een croissantje. Nog gekocht op de camping. Vanmorgen 10:30 gingen we weg, zo'n beetje. Onderweg naar Bourges. En... ja, daar gaan we twee nachtjes slapen en we gaan de Bourges onveilig maken op zaterdag. Ja. Maar we gaan eerst ons lunch opeten. Ja, het is hier wel beter weer. Het is hier beter weer, 10:50. Ja, het is niet slecht. Het is, ja. Het regent niet. Het is bewolkt, dat wel. Maar het ziet er wel goed uit. Ik heb zelfs mijn zonnebril op, maar dat komt een beetje omdat het... knijplicht is. Dus, verder eten. En dan weer verder. En dan weer verder. Maar we door rustig gaan hoor. Nou, wat gaan we doen? We gaan fietsen. We gaan fietsen. We gaan naar Bourges. Zo spreek je het uit, blijkbaar. Ja, Bourges op zo'n Holland. Bourges, ja. Bourges. Helemaal voluit, Bourges. Een beetje de stad onveilig maken. We gaan leuke dingen bekijken. Vloggen, fotograferen, lol hebben, lekker lunchen en voor de rest gaan we het wel zien. Dus tot straks in Bourges. Ja. Bourges.
Zo, na een klein stukje fietsen zijn we gearriveerd. Ja. Bij de kathedraal. Er lopen hier monniken rond en alles in klederdracht. Ja, misschien iets van een een leuke gathering. Zelfs een hofnar loopt er rond. Wat vind je van de kathedraal tot nu toe? Ja, het is groot, indrukwekkend. Ik gok laat gotisch, vroeg gotisch. Met al die tirelantijntjes op die puntjes en zo. Maar dat kijken we even na. Maar het ziet er wel mooi uit. Mooi, ja, het is mooi. Indrukwekkend. Pompeus, indrukwekkend, groot. Deze kant moet ik nog even fotograferen, want die andere kant was het in de restauratie. Dus, Oh, verkeerd. Kijk, daar gaan we in. Ik heb je. Hallo. Comment allez-vous? Très bien, merci. Waar zijn we nu? In een Italiaans restaurant, La Pasta. Oké. Okay. In? Bourges. Bourges, of Bourget. Bourget. Het is leuk. We zijn net in een paleis geweest. Paleis geweest, echt mooi. Ja, hebben we veel gefilmd en gefotografeerd. Maar volgens de mevrouw aan de kassa mogen we dat niet openbaar gebruiken. Maar openbaar maken, ja. Dat moeten we nog even nakijken, of dat echt zo is. Ja, en of dat al niet meerdere malen is gegaan. Ja. En als dat niet gedaan is en het is niet zo, dan, of wel zo, dan doen we dat dus niet. Maar nee, we gaan het zien. Dat moeten we even uitzoeken. Maar wat heb jij besteld? Gratin de pen, jamon. En ik heb besteld een 4 kazenpizza. Zoals gewoonlijk. Ja. Lekker wijntje erbij. Ja. Even lekker uitrusten. Ja. We hebben 2 attracties. Ja. Highlights. Bezienswaardigheden gezien. Ja. Highlights. Nog 2 te gaan. Ja. En dan. Proost. Voor Leni. Voor Leni. Nou, voor iedereen die ook meekijkt. Ja. En binnenkort, dat is misschien wel leuk om even te vertellen. We hebben een community ingesteld op ons YouTube-kanaal. Oh ja. Dus daar kun je heen voor leuke polls en leuke dingetjes die wij gaandeweg gaan vertellen. En voordat er überhaupt een vlog uitkomt. En binnenkort superchats. Okay. En super dingen, nog meer leuke dingen. Gaan we ook uitzoeken. Gaan we ook uitzoeken nog. Maar we gaan ook binnenkort weer een keertje live. Oeps. En dan kunnen jullie aan deelnemen. Kapper zoeken. En dan kunnen. Nou, de eerste keer doen we gewoon en abonnees en niet-abonnees. Die kunnen allemaal kijken dan. Okay. En vragen stellen en dat soort. En gebruik maken van de superchats. Maar ja. Dat gaan we dan nog wel even helemaal uitleggen. Ja. Gaan we doen. Nu gaan we even eten. Zo, Ineke. Dat ziet er lekker uit. Heerlijk. Dat is nogal wat zalm, grote zalm op het bord. Ja. Dat ga je niet opkrijgen. Echt wel. Echt niet. Echt wel. Nou, eet smakelijk, schat. Eet smakelijk. En dit is mijn pizza. Hij is zo groot, dat past niet eens op het scherm. Of net aan. Ik ga maar beginnen, want ik weet niet hoe lang we hebben. Zo, dan wandelen we door de moerassen van Bourges. We wilden eerst op de fiets, maar dat was toch niet echt een oplossing. Dan gaan we even onze pizza en onze salmpasta eraf lopen. We hebben een beetje te veel gegeten, dus dan is het lopen ook alweer lekker. Hé, Ineke? Mm-hmm. Dit zijn de moerassen. En als ik even de camera draai. Ja, dit. Allemaal nat grond, denk ik. Moerassen.
We lopen langs een rivier. Wel een behoorlijke stroming. Maar we gaan even genieten van het wandelingetje. Alles goed, Ineke? Ja, zeker wel. We gaan een kopje koffie drinken. Ja. We zitten in de oude stad. We zijn het moeras weer uit. We zijn het moeras weer uit. En we zijn nu in de oude stad. Ja. Met allemaal van die vakwerkhuisjes. Ja. Het is echt wel apart om te zien. Ja, we gaan wat drinken, want we hebben dorst. Ja, staat een mevrouw achter ons. Nou, warm. Ja, het is warm, maar vooral ook heel benauwd, hè? Benauwd, ja. Benauwd. Zo, de camper is weer ingepakt en we zijn weer reisklaar. Ja. Dus we gaan naar Chablis. Chablis. Van Bourges naar Chablis. Ik ben benieuwd. Ik ook. Nou, daar gaan we weer. Op naar een nieuw avontuur. Om wijn te proeven. Ja. Nog steeds in Chablis. Dat zijn we trouwens nog tot morgen. En ja.